Hallo en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik ben Sven Mors en ik heb hier een gigantische doos voor me. Want ik heb een paar weken gewerkt met Bayer. Pakket. Er zitten allemaal draden in. Ga ik dadelijk nog meer uitleggen. Kun je hier misschien al een beetje van zien. Bij ons op het thema van school is het thema chocola. En dan vond ik wel leuk om dan meteen een chocolademachine te maken. En dan heb je dit van nodig. Ik ga heel eventjes aan de zijkant staan. Zo, hier. Dit roze ding is de accu, zeg maar. Als je die aandoet, dan werkt alles. Dan brandt hier ook een licht. En dan heb ik hier, die gaat daar naartoe. En dan heb ik bedacht, dan heb ik hier een gat gemaakt. En als je daar met je hand overheen gaat, hier, dan gaat hier iets draaien. Ik zal het eens laten zien. En als je hier dan zo je hand boven houdt, dan gaat hij hier, als het goed is, draaien. Ja, en dan kun je zo heel veel dingen laten doen. Zoals je hier ziet, heb ik... Wacht, we gaan het even gewoon opnieuw demonstreren. Zet deze eventjes weg. Oeps, oké. Ah, we zijn heel goed voorbereid op deze video, kun je meteen zien. Nou, we hebben hier, doe je deze dan hier aan. Zo. En die doe je dan hier in. Zo. En dan brandt hier een lichtje. Weet je dat hij het doet. En dat is kei cool. Kun je alles doen. Pak een kabel. Hier zie je pijltjes staan. Die van boven naar beneden gaan. Als je hier nou in één van die rondjes een kabeltje doet. Zo. Pak ik bijvoorbeeld deze. Dit is een blauwe. En die heb je ook nog allemaal in... Veel meer dingen. Bijvoorbeeld deze is als je draait, gebeurt er iets. En deze is als je iets zegt, dan gebeurt er iets. En deze is iets als je ervoor staat, wat je net zag, dan gebeurt er iets. En bij de groene, daar brandt in dit geval een lampje. Maar je kan ook iets zo laten draaien. Dan heb je hier nog allemaal... Leuke tandwieletjes die je eraan kan doen. En gekke dingen kun je dan met een doos. Kun je een robot maken. Bijvoorbeeld als je dan zo met je hand er ergens over gaat. Dan gaat zijn arm omhoog. Doe je deze in tegenovergestelde richting. Doe je dit kabeltje erin. En in deze doe je bijvoorbeeld het knopje. Of het draaischijfje. En als ik dan draai. Gaat hier. In dit geval het lichtje aan. Kijk, zo draait hij. En dan ga ik draaien. Gaat hij uit. Aan, uit. Aan, uit. Nou, en zo kun je dus alles maken. Kan meerdere dingen tegelijk als we dat willen. Doen we hup, zo. En dat doen we met de spraak. Als je dan iets zegt, dan gebeurt er iets. En dan doen we hier dat dit ding gaat bewegen. Wil ik wel als ik iets zeg. Zo. Doe ik zo met het pijltje hier zo in. En nou, als het goed is, als ik praat, dan gebeurt er iets. Alleen deze is volgens mij is hij nee. Oh, nee. Lekker bezig zijn. Zo. Nu werkt hij. Nou hoor je hem ook. Als ik praat, dan beweegt hij een dingetje. En dan kun je hier bijvoorbeeld een kartonnetje op plakken. En als je dan praat. Dan gebeurt er, als je dan zo praat, hallo, dan gaat er hier zijn hand omhoog. Eerst heb je de materialen, daarna ga je lekker met een kartonnen doos aan de slag of lekker recyclen met een oude fles of zo, of met bierdopjes werken of met cola dopjes. En dan ga je lekker een robot maken. En zo kun je met allerlei dingen doen wat je maar wil. Hier ben ik al een paar dagen mee bezig geweest om die chocoladefabriek te maken. En dan kon je iedere keer door blijven doen. Gewoon met de decoratie kon je door blijven bouwen. Maar ook met de mogelijkheden. Je hebt van allerlei dingen. Nou, en dat kwam ik eigenlijk in deze video weer vertellen. Oh ja, en als je nou een keertje, als je dit wil kopen, heb ik hier een kaartje. Dus
pak hem maar op en dan kunnen we hem kopen. Goed, hey, doei. Later. Doei.